Hallo iedereen en welkom in deze tweede video waarin ik het specifiek wil hebben of eigenlijk een specifiek boodschap wil doorgeven voor tweelingvlammen die in scheiding zijn. Dus die eigenlijk nog niet fysiek, sowieso niet fysiek samen zijn. In de zin van een gecommitteerd toegewijd koppel of samenwonen of zelfs gewoon een relatie. In de andere video, daar is er wel nog communicatie, maar deze boodschap is echt voor tweelingvlammen. Waarvan dat jij weet wie dat je tweelingvlam is, maar dat er eigenlijk op dit moment totaal niets van communicatie is. Die communicatie kan zijn misschien al 3 maanden, 4 maanden, een half jaar, misschien zelfs een langer jaar of wat dan ook. Want tijd is ook weer relatief. Voelde ik geroepen om deze soort reading te doen en eigenlijk om boodschappen door te geven zodanig dat het jou behulpzaam kan zijn op jouw proces. En dan kreeg je onmiddellijk al keelchakra. Dus wat je op dit moment doorheen gaat, en dat is ook niet toevallig waarom dat er geen communicatie is, zijn eigenlijk diepere healingen van jouw keelchakra. En daar zijn we ook de oorchakras. Dat wil dat wel zeggen dat je eigenlijk de boodschappen die je team je wil geven, de leiding die je krijgt, dat je die nog niet altijd hoort. Of als je ze hoort, dat je er eigenlijk ook niet echt onmiddellijk aandacht aan heeft. Of het wat wegwuift. En dat is eigenlijk nu hetgene wat nu het belangrijkste is, waar je het aan het lopen bent, waar je mee geconfronteerd wordt, de lessen die je rond mag leren. Nu, het maakt ook niet uit wanneer je deze video ziet, of je nu ziet wanneer ik het nu live zet, of binnen 4 jaar, of ding, het maakt niet uit. Jij zal het zien en wanneer het universum gaat bij jou brengen, wanneer dat je het nodig hebt. Ook hetzelfde, probeer niet alles in te passen wanneer je het niet volledig begrijpt. Waarom? Omdat jouw onderbewuste neemt de dingen op dat het moet opnemen. En van daaruit gaan dan ook weer de dingen ontstaan die mogen ontstaan. Dus het pad van een tweelingvlam is het pad van je ziel. En dus dat betekent dat je kan zodanig heel veel dingen plannen. Je kan zodanig heel veel dingen proberen te gaan controleren. Maar hoe meer je controleert, het enige dat je doet is eigenlijk die eenheid en het samenkomen met je tweelingvlam. En dus met je eigen ziel. Om dat gewoon vooruit weg te duwen. Dus doe het niet. Maar de eerste kaart die ik gekregen heb, is de zonnevlecht. En ik was even aan het kijken wat de boodschap was die op was. Maar dat is ook hetgeen dat ik doorkreeg bij de kaart toen ik het zag. Nu is het de juiste tijd voor jou om je eigen kracht te laten zien. En op een positieve manier de leiding over je eigen leven op jou te nemen. En dat is ook de grootste reden omdat er geen communicatie is met jouw tweelingvlam. Omdat nu uiterst mate belangrijk is dat jij je focus legt op jezelf en op je eigen groei. En daarom krijgen we ook boeken. Niet zozeer van dat je nu moet boeken gaan schrijven of boeken gaan verkopen of gaan lezen. Nee, maar wel dat het belangrijk is om je op een goede manier je ziel te gaan voeden. Om te gaan uitzoeken en te gaan leren wat dat er eigenlijk echt gaande is. Want ondertussen, en dat is hetgeen dat ik daarnet ook gezegd heb met dat keelchakra. Ondertussen ontvang je boodschappen van je team. Je hebt een gans team rond jou, rond je tweelingvlam en rond je connectie. Maar je hoort de connectie nog niet. Dus het is belangrijk dat jij je echt op dit moment focust op je eigen groei, je eigen stukken, je eigen bewustzijn, je eigen healing. Want dat gaat jou verder helpen. En jou een hele krachtige duw vooruit geven. En niet alleen jouw zielsgroei, maar voornamelijk ook in je zielsconnectie. En dat is wat weliswaar is het eigenlijk heel veel mogelijk. Dat gaat zo zijn. Dan gaat die communicatie er weer zijn. Of dan gaat het universum ervoor zorgen dat je elkaar tegen het lijf loopt. Of wat dan ook. Als je natuurlijk verder van elkaar woont, zoals ik en mijn tweelingvlam, is het iets moeilijker. Maar dan ook nog, dan gaat het ook nog om elkaar tegen het lijf te lopen. Maar in coronatijd was het voor ons natuurlijk iets moeilijker. Gelukkig zijn we die fase al voorbij. Maar ik weet hoe lastig het kan zijn. En dan, wat hebben we nog? Voor de mannenkinderie. Dus met deze kaart en de eerste waren algemeen. Nu ga ik een kaart voor de mannenkinderie, een kaart voor de connectie en een kaart voor de vrouwelijke energie. Dus nu een kaart voor de mannenkinderie, deze connectie alsjeblieft.
De kaarten nemen hun tijd. En dat is hetgeen wat ik ook voel bij de mannelijke energie. En dat is dat ook de boodschap is. Dat is wat je had gezien. Maar daarna komt er één uit. Dat je inderdaad geduld gaat moeten hebben. Dat het pad van jou en van jouw tweelingvlam er één is. Die niet supersnel gegaan. In die zin dat jullie eigenlijk de afspraak gemaakt hebben om in eerste instantie heel veel zaken, heel veel stukken van in jezelf te gaan healen, te gaan transformeren, te gaan leren, ervaringen te gaan opdoen, vooral jullie samenkomen. Het voordeel daarvan is dat op het moment dat jullie samenkomen en dus inderdaad die communicatie opnieuw begint, of begint, is dan dat jullie elkaar niet meer zo snel weer gaan wegduwen. Dus dat je dan niet meer zo snel in die of langdurige separaties en scheidingen zal gaan. Waarom? Omdat je natuurlijk al heel veel ballast hebt uitgewerkt. Ja, en dat is hetgeen, daarom is hier deze kaart ook ondersteboven, Birds of a Feather. En ik voel dat ik die moest meegeven. Waarom? Omdat dat eigenlijk ook aangeeft dat het belangrijk is om als tweelingvlam in dergelijke connectie, dus waarin dat er scheiding is en dat er eigenlijk totaal niets van communicatie is, om je te omringen met mensen die het pad ook lopen. Die weten wat dat is, die weten hoe lastig dat kan zijn. Die weten hoe dat het is om iemand anders zijn energie te voelen, maar er niet kunnen over te spreken of te communiceren naar elkaar toe. En voor de connectie krijgen we een... Oh, dat is eigenlijk een 44 kaart en dat is Divine Matrix. Maar leg ondersteboven. En dat is hetgeen wat ik ook voel dat nu belangrijk is in deze connecties. Dus dat jullie leren wat dat het is dat relaties niet altijd op de manier gaan zoals dat we denken of zoals dat we het aangeleerd zijn. Dat ook al is er geen communicatie, ook al zijn jullie niet samen, ook al is er geen contact, dan nog zijn jullie verbonden. En dat is een van de belangrijkste lessen dat we als tweelingvlam leren, dat die energetische connectie eigenlijk veel meer waard is dan de fysieke connecties. En dat is hetgeen wat ik ook in mijn eigen tweelingvlamrelatie geleerd heb en nog altijd leer. Telkens op het dieper niveau. En dus, waarom is dat hier een Divine Matrix? Omdat we eigenlijk als tweelingvlammen de taak hebben om al die templates die waar we gewoon in geboren zijn, waar we meegekregen hebben, door gewoon naar films ook te kijken, door series, door andere koppels te zien, dat we denken van, ah, zo hoeft het, of zo hoort het. Bijvoorbeeld één van de templates dat ik heel snel al gecounterd heb, is het feit van dat iemand maar toegewijd is wanneer hij bijvoorbeeld elke dag een berichtje of elke dag iemand iets hoort. In tweelingvlammen ga je zien dat al die dingen niet werken. Alles wat je geleerd hebt over relaties, laat het vallen. Zet het aan de kant, stik het in de papierversnipperaar of whatever. Maar laat het los. Laat het jou niet langer beperken. Want dat zorgt er alleen maar voor dat één, dat je jezelf tegenhoudt in het volledig omarmen van dat proces. En je houdt jezelf vast in de matrix. In de matrix van de relaties. In de matrix van zielsconnecties. In de matrix van zielsafspraken. In de matrix van spiritualiteit zelfs. Dus kom ervan los. En dan ga je zien hoe magisch en hoe mooi en hoe krachtig deze zielsconnecties zijn. En wat krijgt de mannelijke energie? Echt super, super mooi die kaart, omdat dat ook altijd uitkomt. De mannelijke energie in deze connectie krijgt quieting the mind. Dus de mannelijke energie is aan het leren om zijn mind het stil zwijgen op te leggen. Want wanneer dat tweelingvlammen niet samen zijn, of niet samenkomen, of niet, zelfs niet in contact zijn, dan is dat eigenlijk omdat ze die verbinding met zichzelf nog niet voelen. Je tweelingvlam is de geascendeerde versie van jezelf. Dat zou wel zeggen dat hij, zo gezegd, dat als je daarnaar kijkt, dan zie je eigenlijk de perfecte versie van jezelf. Maar natuurlijk spiegelt dat, en triggert dat ook heel veel dingen in ons. En daarom is eigenlijk de tweelingvlam ook de enige ziel op aarde die geïncarneerd is, als je tweelingvlam geïncarneerd is natuurlijk, die jouw zuiverste staat van zijn kan weerspiegelen. En dat maakt dat we gepusht worden, geduwd worden, getrokken langs buiten onze comfortzone, voortduren naar een volgend level, voortduren nog dieper in die groei. Waarom? Omdat het zo belangrijk is om die uitleiding te vinden met ons hogere zelf, met onze ziel. En dat is hetgeen wat helpt om uit die matrix te gaan stappen en om echt in ons hart te gaan zakken. En dat is hetgeen waaruit jouw mannelijke energie of de mannelijke energie in deze connectie nu op dit moment mee bezig is. Oh, en deze kaart had ik ook in de andere video, maar dan voor de connectie. En dus dat is de taak nu van de vrouwelijke energie. Om de connectie in de 5D te gaan voeden. Om eerst
als eerste het pad te lopen, om als eerste het pad van je ziel te bewandelen en om het vanuit je hart gedragen bewustzijn. Maar daarom staat dat hart er en je ziet daaronder is er een sleutel. En dus het hart gedragen bewustzijn, de verbinding met je hart, de verbinding met je ziel, is de sleutel naar je connectie met je tweelingvlam. Dus als vrouwelijke energie in deze connectie is belangrijk om daar nog meer verbinding mee te maken. Om daar nog meer op te gaan vertrouwen. Ik ben aan het kijken welke kaarten ik nog neem. Om daar nog meer op te gaan op vertrouwen. En om daar nog meer de diepte in te gaan. En daar ook geen schrik voor te hebben. Want het is net dat dat jou gaat weer verder brengen. Kijk. Eternal love is je nou dat ik nu kreeg. Ja, energy signature. Inderdaad, kijk. Energy signature. Je tweelingvlam en jij, jullie hebben zelf, jullie hebben de unieke identieke frequentie. Dus als je zo het in computertaal gaan uitleggen. Hè? Ik weet niet of jullie ooit hebben we dat ook ergens gezien. Hè? Computers die werken met nulletjes en eentjes. Wel, die unieke combinaties van verschillende computers, dat is ook eigenlijk energie voor jou en je tweelingvlam. Dus hoeveel andere mensen, andere zielen, dat er eigenlijk nog op pad van je tweelingziel komen, die gaan nooit hetgeen teweeg brengen wat jij bij hen, hem of haar hebt teweeggebracht. Dus vertrouw daar ook op dat ook dat geleid wordt. Ik ga ook jullie weer drie kaarten. Oké. Ik ben aan het kijken dat ik niet te lang de video maak. Wat hadden we voor de vrouwelijke energie in deze connectie? Is Galactic Healer. Beweeg vooruit met een open mind. Dat is hetgeen wat we net ook gezegd hebben. Weet dat hetgeen waar je inloopt, dat het anders is dan je altijd al geweten hebt en gekend hebt. Dat het anders werkt dan wat de meeste mensen jou gaan uitleggen. Kijk niet naar relatiecoaches. Kijk niet naar relatieadvies. Kijk niet naar readers die geen tweeling van me zijn, want ze weten niet waar ze het over hebben. Er zijn een aantal readers, maar die zijn beperkt, die geen tweelingvlam zijn, maar die wel correcte boodschappen channelen, omdat zij als missie dat hebben om tweelingvlammen op hun pad te gaan ondersteunen. Maar wat dan we met meer tweelingvlammen ook in ons missie stappen en zelf ook met boodschappen delen, is het veel belangrijker om boodschappen te gaan volgen en tweelingvlammen te gaan volgen die al wat verder op het pad staan. Dus ook daar, het is belangrijk om jouw energie te gaan beschermen. Niet om bang voor te zijn, maar kies bewust waar dat je je mee voedt. Of wat nu naar tv is, of iets dat je leest, of zelfs muziek dat je naar luistert, mensen waar je mee omgaat, situaties, plaatsen waar je woont. Dat is ook niet voor iets dat ik binnenkort weer ga verhuizen. Dus volg daar de leiding van jouw ziel. Zeker als vrouwelijke energie ben je daar al perfect toe in staat. Een beetje een extra betekenis voor deze kaart, omdat het eigenlijk voor de connectie was, is dat je jouw connectie moet koesteren. En dat is iets waar ik in het begin van mijn connectie heel waakzaam over was, omdat ik voelde intuïtief aan en ook doorkreeg van mijn team dat het heel fragiel was. Onze connectie, eigenlijk alle tweelingvlam connectie, maar bij ons nog iets, gezien de omstandigheden, nog iets moest nog meer beschermd worden. In die zin dat ik van heel af begin af aan bewuster voor gekozen heb om geen dingen te delen, geen private dingen te delen. Nu is dat wel een heel stuk verder en is dat wel al mogelijk. Maar in het begin was dat belangrijk om zelfs naar familie, zelfs naar vrienden, daar heel, heel, heel miniem of zelfs niks over te delen. Waarom? Omdat je anders jou weer voedt met angsten en ideeën en templates van andere mensen, maar dat is niet hoe dat tweelingvlam connecties werken. Dus ook daar maak het jezelf gewoon maar makkelijker en probeer daar zo min mogelijk over te spreken met mensen die geen tweelingvlam zijn, want ze kunnen het gewoon niet vatten, ze kunnen het gewoon niet snappen. En daarom ook weer omring je met mensen die je begrepen, die weten waar je doorheen gaat. En voor de mannelijke energie in deze connectie is expansion, educate your mind and senses. Dus ook weer het maken met hier quieting your mind. En boeken, dus ook weer niet toevallig dat dat allemaal bovenop elkaar ligt. Maar dus, het is belangrijk dat als mannelijke energie in deze connectie, waarin dat er geen communicatie is en geen contact, dus echt op elk vlak eigenlijk die scheiding is, om je horizon en je wereld te gaan verruimen. Om
dingen echt proberen te gaan bekijken vanuit dat hogere bewustzijn, vanuit dat hartsgedragen bewustzijn. Wat is die kaart? Vanuit je hartsgedragen bewustzijn, vanuit die 5D, vanuit die hogere energieën. En te luisteren naar de leiding die je krijgt van, jou, van de opgestegen meesters, van jouw team, van jouw gids, van jouw ziel, van wat dat er ook maar is dat wilt en nodig is om door te komen. En dat ga jou vooruit helpen in de connectie. Dat ga jou terugbrengen naar liefde, dat ga je terugbrengen naar eenheid. Dan is er nog... wat is die hier? En dan pak ze ook weer met welke vlammen. Oké. Dus wat hebben we? Een nieuw begin is er altijd. Het is een kwestie van de keuze maken. En dat heeft ook weer te maken met die expansion. Dus je kiest zelf bewust van waar je energie in steekt, met wie je omgaat en waar je heen gaat. En wanneer het op liefde aankomt, bestaat te laat niet. Dat is ook één van de templates. Er bestaat geen te laat. Het maakt niet uit hoeveel verjaardagen, kerstmissen, Pasen, wat dan ook, die al voorbij zijn. Er gaan er nog heel veel, oneindig veel komen. En liefde is de enige waarde die telt. Want liefde is de enige waarheid van het universum. En dat is ook zo. En daarom ook, hoe meer je in dat hogere bewustzijn geankerd bent, hoe meer en hoe eenvoudiger dat ook zal zijn om vanuit liefde en vanuit die eenheid naar jouw connectie, naar anderen ook toe te gaan reageren. En een eerste to-do'tje, doe iets voor jezelf als je wacht. Dan eindig je uiteindelijk met niets. En dat is ook zo. Blijf voor jezelf kiezen, blijf keuzes maken voor jezelf, blijf jouw eigen dromen vormgeven, ongeacht of je tweelingvlam er al is of niet. Want dan ga je merken dat net door dat te blijven, door net te blijven genieten van je leven, dat dat eigenlijk ook de tweelingvlam in het gareel, als het ware, dus in dat proces, is het betere woord, in het proces gaat gaan duwen. En surrender, overgave. Overgave, overgave, overgave en nog eens overgave. Maar echt overgave aan jouw ziel. Overgave aan jouw zielsgroei. Overgave aan de boodschappen. En overgave aan liefde. Je mag het vragen aan iedereen die met mij samenwerkt. Dus als er iets is dat ik miljoenen keren en nog meer zeg, dan is het overgave, vertrouwen en geduld. En niet geduld in de zin van ik zit hier en ik ga wachten totdat ze komen. Nee, geduld in de zin van ik vertrouw dat ik, wanneer ik de dingen doe die voor mijn hoogste goed zijn, dat automatisch ook goed is voor mijn tweelingvlam. En alleen maar goede dingen op mijn pad zullen komen. En dat eigenlijk alles dat je vertrouwt en dan die natuurlijke flow van alles. De energie voor de vrouwelijke energie in deze connectie, waar op dit moment mee kan werken, is samen met aartsengel Zadkiel, ik vind dat een vreselijke naam om uit te spreken, en heeft compassie. En dus ook hier heeft het verbonden met die tweede en die derde chakra, dus zonnevlecht, wat we daarnet ook gehad hebben. En hier, in deze kaart, zonnevlecht, energie, zie je. Het zijn dezelfde kleuren. Dus zeker voor de vrouwelijke energie is dat op dit moment belangrijk om met deze energie samen te werken. Gouden, oranje, rode energie. Waarom? Omdat dat heeft te maken met gronding. Dat heeft te maken met jezelf realiseren vanuit je hogere energie. En voor de connectie, wisdom. Met aartsengel Metatron, dat is ook de diamantenenergie. En dat is eigenlijk niet zo abnormaal dat we hier de diamantenenergie krijgen. Omdat je echt aan het leren bent van... al de dingen die je kent vanuit het oude, vanuit oude templates, om die één voor één te gaan filteren, één voor één te gaan uitzuiveren. Want we zijn nieuwe wijsheid aan het neerzetten. Daarom is het ook wijsheid. En van de mannelijke energie hebben we Serenity. En als ik me goed voor heb, dan was in een andere video ook Serenity. En de aartsengel Shamiel. Dus hier ook weer opnieuw, en hij zegt, is het niet zo abnormaal, maar de mannelijke energie, gewoon ook in het collectief, is op dit moment echt aan het leren om die emoties te aanvaarden, om die emoties er te laten zijn, en meer nog zelfs om te gaan vertrouwen op die emoties. En van daaruit, want eigenlijk de reden omdat ze geen contact met jou hebben als vrouwelijke energie, heeft niks te maken met jou als persoon, maar gewoon met waar zij zitten in hun proces en het feit dat ze... hun eigen emoties eigenlijk nog niet durven toelaten en nog niet voldoende erkennen. Dus eigenlijk wezen ze een heel belangrijk stuk van zichzelf af. En hoe meer dat ze dat gaan doen, hoe meer dat ze daar vertrouwen aan hebben en zich daardoor niet meer zwak of abnormaal of ongewenig gaan voelen, hoe gemakkelijker dat ze ook die verbinding opnieuw weer met jou gaan herstellen.
Dus je gaat dat merken als je mannelijke energie heel hard in zijn hoofd nog zit. En heel hard nog vanuit dat ego. En niet vanuit dat hard gedragen bewustzijn. Waar is het? Oké, voilà, hier. Dan is dat eigenlijk ook voor jou een clue, de sleutel van oké, ik mag hier nog zelfs nog dieper in mijn hart gaan zakken. Nog veel meer in overgave gaan. Nog veel meer in mijn missie stappen. In plaats van dingen te gaan bedenken. Want dat is hetgeen dat we doen als vrouwelijke energie. Wij lopen het pad eerst en de mannelijke energie volgen ons. Dus wij maken de weg vrij. Healen stukken in onszelf. Dat automatisch dan ook weer stukken hield bij de tweelingvlam. Ik word hier leed. Ik heb die andere video niet gedaan, maar ik word leed om hier nog een paar extra boodschappen mee te geven. Dus dat doen we dan. Deze zijn van de goddelijke vlammen. Deel 2, dat zijn kaarten dat ik zelf gemaakt heb. Als je interesse hebt, heb je dat linkje terugvinden onderaan de video. Ook als je met mij wil samenwerken of je wil verbinden ook met andere tweelingvlammen, dan heb ik verschillende producten, membership, het groepstraject die werkt met de vlammen. Dus er zijn verschillende mogelijkheden om echt actief aan jouw proces te gaan samenwerken. Je kan ook natuurlijk, als je dat wenst, een individuele tweelingvlam reading reserveren. Dat kan je ook via de linkjes hier onderaan. Afhankelijk van hoe dat zit met mijn planning, zijn er nog plaatjes open om gewone tweelingvlam reading te doen. Er zijn sowieso open, maar dan moet je gewoon anders even iets langer wachten. Dat kan je zien via mijn online agenda. Zeg je van ja, het is nogal dringend en ik zit eigenlijk een beetje vast en ik wil echt daar zo snel mogelijk antwoorden op, dan kan je een dringende tweelingvlam reading reserveren. En dat doe ik dat binnen de 24 tot 48 uur. Dan doen we vanaf hoe dat met mijn planning zit. Dus dat is dat. Eerste boodschap, neem niets persoonlijk. En zeker in het proces van een tweelingvlam is dat echt een issue. Neem niks persoonlijk. Als je tweelingvlam jou iets zegt of iets doet, het enige wat je mee te doen hebt, is om die te spiegelen en om die trigger te bewust te worden en om te kijken naar jezelf, om daar iets mee aan te doen. Maar neem niks persoonlijk. Tweede, je idee over mannen versus vrouwen blokkeert je. Dus dat heeft ook weer te maken met die templates. Welke templates, welke ideeën heb je, welke overtuigingen heb je, hoe denk je dat dingen moeten gaan? Want wees er zeker van dat je daar gaat in uitgedacht worden. En dan, via onze relaties leren we onszelf kennen. Als er één relatie is waar dat zeker is, dan is het zeker je tweelingvlamrelatie. Je hart opent zich verder en verder. En nog een laatste boodschap. Omring je met positiviteit, liefde en plezier. En dat is hetgeen dat we daarnet ook gekregen hebben. Hè. Die compassie met die compassiekaart en galactisch healer. En ook in de andere video komt het ook naar voren. Dus als vrouwelijke energie heb je de taak om je leven lichtig, luchtig, plezant, fun te houden. En dan ga je zien dat hoe meer dat je in die hogere energie bent, hoe meer het zich ook spiegelt bij jouw tweelingvlam. En hoe gemakkelijker en hoe magnetischer dat je ook wordt voor jouw eigen wensen. Zo, dat was van deze video. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik kan, wanneer ik ertoe geleid word, maak ik nog dergelijke video's. Maar dus, dat wil niet zeggen dat het programma iedere keer elke week gaat zijn. Ik vind het belangrijk om ook mijn intuïtie daarin te gaan volgen. Dus zo, ik wens je in ieder geval een fantastische week toe. En tot in de volgende. Dag.